over je eigen carrièreplanning. Is er al wat te zeggen? Wat gaat John Carlsen na de zomer doen? Nou, het is gewoon heel moeilijk. En ja, het heeft heel veel te maken met lobbyen en met kennen en mensen iets gunnen. En dat is gewoon moeilijk. En er zijn heel veel jongens werkloos. Dan kom je pas achter als je zelf werkloos bent, hoeveel er zijn. En hoeveel aanmeldingen er op een vrije club zitten, hoeveel sollicitaties. Dus dat valt gewoon niet mee. Maar ik blijf gewoon mijn best doen daarvoor. Hopen op een leuke club. Ik dacht, toen ik de vacature zag, dacht ik aan FC Os. Daar hebben ze heel lang Hans de Koning gehad, ook een oude keeper. Ja. Ik dacht gelijk een echte Brabander, dat zou iets voor John Carlsen zijn. Is dat, ja. Iets, is dat een rare gedachte? Nee, dat is helemaal geen rare gedachte. Dat vind ik ook een hele leuke club. En daar zou ik ook graag trainer worden. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Ik wil gewoon lekker aan de slag. Ik vind de eerste divisie een prima niveau om op te werken. En Os is een leuke club. Dat is ook een van de... van de gezondste clubs van Nederland, dus dat is ook wel een pre. En ja, het is natuurlijk dit jaar gaat het niet zo geweldig bij top, dus misschien dat je ook alleen kan winnen daar. Maar ik sta er zeker open voor en ja, zou leuk zijn. Lopen dat soort contacten al? Nee, ja kijk, als je weet dat een trainer weggaat, dan doe ik net als wat alle andere trainers doen die werkloos zijn, dat solliciteren en hopen dat je gebeld wordt voor een gesprek. Dus dat is hoe het nu staat.